Echt bedrijvennieuws van vandaag. Er hangt Apple een miljardenboete boven het hoofd. De Europese Commissie beschuldigt het bedrijf namelijk van machtsmisbruik en het schenden van de nieuwe Digital Markets Act. Cyril Ruurs is advocaat mededingingsrecht bij Maverick Advocaten in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en Cyril, jij bent vandaag op een Digital Markets Act conferentie in Amsterdam. Zijn ze daar nou verbaasd over dit besluit of hadden ze het eigenlijk ook wel verwacht? Ja, het is inderdaad zo dat dat vanmorgen is aangekondigd tijdens de speech van Margrethe Vestager. Zij gaf daar aan dat zij dit onderzoek gaan doorzetten, dat zij een vermoeden hebben van een overtreding. En de mensen die ik sprak, waren denk ik vooral verbaasd over de snelheid waarmee de commissie nu doorpakt met die handhaving. Hè? Want het onderzoek is pas eind maart aangekondigd. Ja. En de commissie heeft nu al een voorlopig oordeel gevormd over het gedrag van Apple. Ja, inderdaad. Maar heel even, voor wie het gemist heeft vandaag, of die net pas zijn radio aanzet in de auto. Wat heeft Apple nou misdaan volgens de Europese Commissie? Ja, daar moet ik even heel kort uitleggen wat die DMA nou precies regelt. Het bevat eigenlijk een reeks aan verplichtingen voor zogenaamde gatekeepers of poortwachters, dus grote bedrijven zoals Apple. En het doel daarvan is om de zakelijke gebruikers die afhankelijk zijn van die diensten te beschermen tegen de machtsongelijkheid die bestaat. En het oordeel van de commissie, dat ziet specifiek op de App Store van Apple en de relatie met appontwikkelaars die daarop hun apps aanbieden. Mm-hmm. En op grond van de DMA moet Apple de appontwikkelaars namelijk kosteloos toestaan om aanbiedingen te doen aan gebruikers van die app die ze hebben verworven via de App Store. En eigenlijk moeten appontwikkelaars dus in feite de eindgebruikers kunnen wegsturen van de App Store. Ja. Om daarbuiten een aanbod te kunnen doen of overeenkomsten sluiten. Bijvoorbeeld op de externe site van de appontwikkelaar, waar ze dan vaak een betere prijs kunnen aanbieden, omdat ze de fee niet hoeven te betalen die ze wel aan de App Store moeten afdragen aan Apple. En om dat te illustreren, Spotify gaf vandaag ook op de conferentie als voorbeeld, dat ze momenteel in haar app geen externe aanbiedingen zoals kortingsacties kan promoten in haar app. Dat is eigenlijk wat er nu op het spel staat. En de commissie zegt, ja, dat verbod, dat anti-steering verbod, dat is in strijd met de Digital Markets Act. Precies. En als de rechter uiteindelijk de Europese Commissie gelijk geeft, hoe hoog kan die boete voor Apple worden dan? Ja, die kan oplopen tot 10% van haar totale wereldwijde omzet. En bij recidieven kan het zelfs oplopen tot 20%. Ja, en als we dan kijken naar de App Store, is wel natuurlijk een van de belangrijkste verdienmodellen van Apple. Dus ja, ik kan me ook wel een beetje voorstellen dat Apple er alles aan gaat doen om deze wet te omzeilen, of niet? Nou ja, het gratis wegsturen van gebruikers naar een andere distributiemethode, hè, dat heeft potentieel natuurlijk een grote impact, omdat daarmee de fee van Apple kan worden omzeild. Maar tegelijkertijd laten die mee wel ruimte om vergoeding te vragen van een appontwikkelaar voor, ja, wat ze dan noemen, even technisch gezien, het faciliteren van de initiële verwerving van de eindgebruikers. Dus het voor het eerst werven. Maar mijn verwachting is dus dat Apple die onduidelijkheid over die samenloop van die regels ten volle zal benutten en in haar voordeel zal uitleggen. Ja, dus uiteindelijk moet het misschien ook wel duidelijker worden vanuit Europa. Dat ze gewoon zeggen, dit mag niet, maar je mag wel een vergoeding vragen en zo verdien je er dus weer aan. Ja, deze case, die moet dat eigenlijk gaan uitwijken. Dit is de eerste keer dat de commissie zo'n zaak oppakt. Dus dat wordt heel, heel, heel interessant. Ja, hoeveel zaken lopen er nu eigenlijk tussen Europa en Apple? Tussen Europa en Apple zijn het er heel veel. Maar wat betreft de Digital Markets Act, dat nieuwe stuk wetgeving dat heel veel impact gaat hebben op de digitale markt, is dit de eerste zaak die daadwerkelijk al in deze fase is. Er lopen ook andere onderzoeken, onder andere naar Google. Over 9 maanden verwachten ze al een besluit over deze zaak. Alleen dan is het natuurlijk wel de vraag, komt er nog een hoger beroep? Dank voor nu, Cyril Ruurs, advocaat mededingingsrecht bij Maverick Advocaten in Amsterdam.